De Maritieme Autoriteit Suriname, MAS, heeft vandaag de getijtafel voor Suriname 2017 uitgegeven. De presentatie van het boekje vond vanmorgen plaats in het Flying Fish gebouw van de MAS. De getijtafels zijn van onmisbare waarde voor de scheepvaart en watergebruikers. Het boekje geeft naar dag, tijd en over het gehele jaar de getijden of waterstanden aan van de Suriname, Nikeri en Marowijnrivier. Een getijtafelboek is met name voor de internationale scheepvaart van bijzonder belang, zegt Bernice Mahabir, manager van de afdeling Nautisch Beheer. Elk schip die eigenlijk Suriname aandoet, moet weten wat de waterstanden zijn. Want we hebben getijden rivieren. Dat wil zeggen, de meeste schepen, afhankelijk van hun diepgang, die komen bij hoogwater. Want ze laden dan maximaal. Dat is commercie en recreatieve doeleinden. Bijvoorbeeld als je naar Overbridge gaat of zo, wil je weten wanneer het hoogwater kan zijn. Wanneer kan je maximaal genieten van het water. Want je wil niet daar zijn bij laagwater, bij wijze van spreken. Dus ook voor de recreatie is het van belang. Voor planning, sluisgangen bijvoorbeeld, wanneer moet die sluis opengesteld worden. En andere civiele werken. Hoe hoog moet mijn civiele werk, dam of zo, gebouwd worden? Dus voor dat alles wordt het getijtafelboek ook gebruikt. Het getijtafelboek is ook belangrijk voor het treffen van preventieve maatregelen door onder andere het NCCR en voor de algemene veiligheid, stelt Mahabir. Met name bij springvloed is het belangrijk dat de bevolking en instanties daarvan op de hoogte zijn. We weten vooraf wanneer er extreme hoogwaterstanden zullen optreden. We kunnen het vooraf voorspellen. En dat spelen we door aan NCCR en OE, zodat ze maatregelen treffen indien er zware buien zijn. Dus een combinatie van omstandigheden, wat ze dan kunnen verwachten. Dus die informatie spelen we daar ook door. En ook gewoon voor de veiligheid. Want je moet het getij in acht nemen. Wanneer zijn er sterke stromingen? Wanneer is die stroming wat zwakker? Dus het getijtafel zegt heel veel. Wat zijn onze doelgroepen? We hebben rederijen en scheepvaartagenten. Dat is eigenlijk primair. Maar dan heb je ook hengelaars, pleziervaarders, touroperators, vissers. Want zij moeten ook weten wanneer ze hun vuiken eigenlijk kunnen ledigen, wanneer ze hun netten moeten uitzetten. Watertransportbedrijven, ook voor de wetenschappers en civiele bedrijven. Aldus Bernice Mahabir, manager van de afdeling Nautisch Beheer van de MAS. Zij sprak vandaag bij de MAS in verband met de uitgifte van het getijtafelboek van de MAS. Het boekje is uitgegeven in een oplage van 1000 en kost 60 SRD.